Vandaag heb ik echt een leuke video voor jullie en ook voor mezelf. Ik heb echt gewoon zin om deze op te nemen. Dat heb ik meestal wel, maar deze zeg maar net wat extra. Want wat we namelijk gaan doen, we gaan spelen tegen de grootste noobs in Brawl Stars die er zijn. En waar kan je die nou vinden? Nou, op het laagste trofeeaantal. En daarvoor heb ik gezorgd. Ik heb even een nieuw account gemaakt en we gaan gewoon spelen tegen de allerslechtste Brawl Stars spelers. Ik heb er wel voor gezorgd dat ik de 32 trofeeën heb gehaald. Even wat potjes gewonnen, zodat we in ieder geval die solo showdown kunnen spelen. Want dat is natuurlijk de leukste game mode om tegen noobs te spelen. Dan moet ik nog wel even deze verzamelen. En nou, een nieuwe knokker. Ook chill. Nita. Nita en Shelly. Dat zijn gewoon de eerste twee knokkers die je vrij speelt. En eigenlijk heb je het dan helemaal niet door. Als je net begint met Brawl Stars. Maar dat zijn echt twee ziek goede knokkers. Dat is best wel grappig. Nu pas denk ik. Oh, donders. Dat zijn best wel twee chille knokkers om mee te beginnen. En ik kan ze ook allebei al upgraden als ik dat wil. En hier een nieuw evenement. Dus dat is op zich ook wel nice. Maar trouwens, voordat we potjes gaan spelen. Als jullie zin hebben in deze video. Smash dat duimpje omhoog. Zou dat je de 3000 likes kunnen halen. Ik zeg normaal 1000 of 2000 likes. 3000 likes. Het zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf je op de hoogte van al mijn andere Brawl Star, Clash Royale en allemaal mobiele game video's. Wat zullen we doen? Oh, deze krijgen we gratis. Krijgen we weer wat krachtpunten van Nita. Wat zou ik doen? Weet je wat? Ik upgrade ze beide wel. Ik heb toch genoeg coins. En dit is toch een account waar ik bijna niet op ga spelen. Ik ga eerst even een potje met Nita spelen. Want Nita heb ik nog rank level 1. Dus dan moet ik echt tegen de allerslechtste tegenstanders die er zijn. Alhoewel zal ik op Shelly op rank level 4 ook alleen maar super slechte tegenstanders tegen gaan komen. Dat kan haast niet anders. Welke? Oh, het is met die robot. Dan kan je denk ik beter met Shelly spelen dan met Nita. Maar dat maakt in principe niet heel veel uit. We gaan eerst even met Nita. En daarna kunnen we altijd nog even een potje doen met Shelly. We gaan kijken. Ik hoop echt dat we gewoon zo makkelijk victories kunnen halen. Maar als het goed is, moet dat ook wel lukken. Want ja, als het goed is, speel ik nu alleen maar tegen beginners. En ik krijg nu ook gewoon een uitleg. Lol. Ja, weet Brawl Stars weet natuurlijk niet dat ik ondertussen al een ander account heb met bijna 15.000 trofeeën. Ja, maakt ook niet uit. Ik heb hier in ieder geval twee kistjes die ik kan openen. En ik moet tegen een Ems. Oké, die kerel die heeft dan toch al veel meer trofeeën als wat ik heb. Nou, in principe maakt dat ook niet heel veel uit. Maar ik kan in ieder geval lekker wat krachtpunten verzamelen. Maar het openen van die kisten gaat zoveel langzamer dan wat ik normaal gewend ben. Oké, nice. Daar gaat hij naar die goal. Kunnen even misschien die killen. Wat doe je, jongen? Je moet wel wegwezen. Oh, nou, ik had hem bijna gekild. Maar we openen deze even. Huh? Wat die robot? Die bol die ging gewoon naar die robot en die liet zich gewoon killen? Nou, ik denk prima, dan hebben we weer twee krachtpunten erbij. Kijk, dit zou je nooit meer meemaken. Zeg maar als je eenmaal 15.000 trofeeën hebt. Dat is wel het grappige. Maar het is nu al showdown. Wat is dit, jongen? Dat is niet normaal. En daar is dus een evenwicht. Die moeten we nog killen. Dan kunnen we even proberen te killen. Huh, wat is dit, jongen? Dit slaat er helemaal nergens op. Die evenwicht. Ik kan even... Ik heb mijn special niet eens nodig. Wat? Hallo? Oké, dit is nog veel makkelijker dan dat ik dacht. Dit is echt niet wel... Ik dacht, nou, misschien wordt het een beetje lastig om een victory te halen. Totaal niet. Dit is echt het meest makkelijke potje ooit gewoon. Hoe bizar is dit? Maar we gaan nog even een potje doen met Shelly. Wanneer speel ik trouwens weer knokvrij? Oh, Colt. Die speel ik bij de 60 trofeeën vrij. Ja, niet dat het me dus heel veel boeit. Maar we gaan nu even een potje doen met Shelly. En ik denk met Shelly gaat het nog makkelijker worden. Want Shelly is gewoon een super chille knokker. Maar die knokkers waren net zo slecht dat ik bijna niet kan geloven dat iemand dat echt zo heeft gespeeld, zeg maar. Dat moet haast wel de computer zijn, maar ik heb geen idee. Mij lijkt het ook wel sterk dat het een computer is. Volgens mij doet Brawl Stars er helemaal niet aan. Dus ik denk dat het wel gewoon mensen waren, maar dit is zo ontiegelijk slecht. Echt, dit is niet normaal. Die robot die moet niet naar mij toe. Ga ergens anders naartoe. Ja. En dan gaan we nu tevoorschijn komen. Oké, doet hij zijn ding. Nou, dan kan ik wel even kapot maken. Ik wacht heel eventjes. Als hij hem bijna kapot heeft, dan kom ik tevoorschijn en dan kan ik hem ook meteen killen. Lol, dit is echt mooi. Maar we kunnen trouwens ook wel proberen die robot te killen misschien. Huh, wat doet hij? Nou, dit zijn echt... Het is nu alweer showdown. Oké. Ik dacht even, het valt mee hoe noob die lui zijn, maar dit is echt niet normaal. Trouwens, ik moet wel uitkijken dat ik zelf ook niet dood ga door die robot. Even deze ondertussen openen. En we kunnen trouwens... Huh? Oh, daar is ook gewoon iemand dood gegaan. Ik zit weer met een evenbit. Oké, lol. Maar dat betekent dat het... Nee, die evenbit. Wat doe je, jongen?
Wat denken jullie? Zijn het... Ja, weet je, nou, aan de andere kant, het kunnen ook wel beginnen zijn. Want als jij net Brawl Stars speelt, weet jij veel wat die robot doet. En je hebt deze game mode nog nooit gespeeld. Dan snap ik ook wel dat je niet echt weet wat je moet doen. Maar dit is wel heel slecht hoor, wat deze lui doen. Nou, we openen dit blauwe doosje nog even. Misschien dat... Ja, dat kan ik niet nu upgraden. Dan ga ik niet even upgraden en dan krijg ik level 3. En dan gaan we nog even een potje doen met Nita, maar... Ik snap er echt helemaal niks meer van. Hoe kunnen mensen zo slecht zijn? Maar als we nu weer een victory halen, spelen we kont al vrij. Dan hebben we gewoon echt binnen een paar minuten gewoon al twee knokkers vrijgespeeld. Ik denk dat hier iemand in een bosje zit. Oh, ja, inderdaad. Inderdaad. Die kunnen we nu killen, denk ik. Is het idee? Ja, nice. Kijk, dat is wel... Ja, dat is wel iemand. Dat kon haast geen computer zijn. Het moeten wel mensen zijn. Maar dit is gewoon zo makkelijk. Het is gewoon niet normaal. Dit slaat helemaal nergens meer op. En check dan hoe snel iedereen doodgaat. Er zijn nu nog maar 4 knokkers over. Terwijl dat normaal iedereen nog levend zou zijn, zeg maar, op het niveau waar ik normaal speel. Nou ja, maakt ook niet uit. We gaan gewoon lekker door. En dan gaan we gewoon weer een victory halen. In ieder geval, ik ga ervan uit dat ik een victory ga halen. Yay! Oh, die Nita. Ik wou net zeggen, die ga ik even killen. Die robot is alleen wel een beetje irritant. Maar niemand pakt ook die krachtdozen. Maar ik denk dat de meesten die deze game worden nog niet echt weten wat die krachtpunten doen, zeg maar. Wat de toegevoegde waarde daarvan is. Maar het is nu alweer showdown. Echt, we zijn nog maar net bezig. Maar waar is die andere knokker? Ik zie hem niet. Ja, ik loop gewoon rondjes. We kunnen trouwens ondertussen die even pakken. Ja, die pakken. Ja, dan hebben we nu 7. Hij kan trouwens ondertussen ook wel wat is doen op die robot. Want dan kunnen we misschien ondertussen ook nog killen. En dan krijg ik misschien nog 10 krachtpunten ook. En dat is wel chill. En dan kunnen we die 2 doosjes ook nog openen misschien. Oh, oké. Nee, weet je wat? We gaan gewoon proberen met Nita superveel krachtpunten te verzamelen. Dat is wat ik nu ga doen. Weet je, die kont die verstopt zich blijkbaar. En al die kistjes kan ik daarna gewoon openen. Dus ik vind het best wel leuk om te doen. Dan gaan we dat even doen. Oh, daar is die kont trouwens. Oh, ik moet nu trouwens even een beetje uitkijken. Yes. Die Colt, wat ga je doen? Oké, hij komt nu tevoorschijn. Ik pak even deze 2. We hebben 12 krachtpunten. Colt, je mag mij niet killen, jongen. Weet je wat? Ik laat hem gewoon even zo gang gaan. Oh, hij zet zijn special in. Moet ik nu wel even uitkijken. Nou, weet je, waarom ga je mij proberen te killen? Ik wil gewoon zoveel mogelijk krachtpunten. Dit slaat echt helemaal nergens op. Nou, oké, weet je wat? Dan gaan we Jan wel killen, jongen. Als jij dat zo graag wilt, dikke prima. Maar weer super makkelijk. Ik had hem al veel langer geleden kunnen afmaken. Heb ik niet gedaan. Nu hebben we alsnog een victory. Oké, dan doen we nog 1 laatste potje. En dat doe ik met Colt. Want wij hebben Colt natuurlijk nu al vrijgespeeld. Binnen 3 potjes. Het is echt niet normaal. Maar dan gaan we ook even met Colt spelen. Dus 2 knokkers vrijgespeeld in 1 video. Nou, ik ga dat denk ik nooit meer meemaken. In ieder geval niet in... mijn account waar ik nu zeg maar officieel mee speel. Maar we gaan even een potje spelen met Colt. Dan wordt dit ook het laatste potje. En dit is echt gewoon lachen, jongen. Dit is zo'n laag niveau. Het is nog zeg maar veel lager dan dat ik dacht. Het is echt bizar. Maar dat is voor mij alleen maar leuk. Oh, daar is een Dynamite. Moet ik wel even voor uitkijken. Maar op zich ook wel chill. Oh, dan moet ik inderdaad uitkijken. Wat doet hij? Gaat hij voor dat kistje? Of probeert hij mij te killen? Hij gaat inderdaad voor dat kistje. Oké, nou, dikke prima. Dan kan ik hem nu killen. Hoppatee. 3 krachtpunten. Lekker. Oh, daar komt die robot. Dan gaan we eventjes hier weg. Oh, nice. Deze 2 krachtpunten hierboven, die kunnen we ook zo pakken. Dan hebben we al 6 krachtpunten. Ik ga nu gewoon meer proberen vet veel krachtpunten te pakken. Dan hebben we hier alweer. We kunnen even deze openen. Kom op, snel, want die robot komt eraan. Oké, nou, ik ga eventjes... Huh? Nu al weer showdown. Oké, ik ga eventjes een ommetje maken. Maar dat is wel het irritante. Oh, ik kan trouwens hier... Deze moet ik wel even killen, anders heb ik 2 achtermaat. Oh, dat doet die robot natuurlijk ook automatisch. Maar we gaan gewoon weer proberen vet van krachtpunten te verzamelen. En hopelijk heb ik nu wel een tegenstander die mij dat laat doen. Die er gewoon voor zorgt dat ik gewoon vet van krachtpunten kan pakken. We hebben die robot bijna neer, dus dat is chill. Dan hebben we de 9. Mijn special die wil ik wel bewaren voor mocht ik mijn tegenstanders ook tegenkomen. Nice, dan hebben we er nu 9. En ik zag dat er nog best wel wat kistjes waren. Dus die kunnen we ook mooi openen. En ik... Oh, die robot is daar nu. Dan kunnen we die robot misschien weer killen. Oh, die kerel is volgens mij ook gewoon de hele tijd krachtpunten aan het verzamelen. Dan zijn we nu met 2 knokkers over die alleen krachtpunten aan het verzamelen zijn. Oh, weet je wat? Ik doe mijn special wel. Dan gaat het iets sneller. En in principe heb ik mijn special ook niet echt nodig. En hier liggen nog 2 kistjes. Die kunnen we ook openen. Nu 13 krachtpunten. Dit is echt geniaal gewoon. Oké, nice. 14. Nee, ik wil deze. Ik wil die.
Ik denk dat dit... Nee. Klootzak, dan pakt hij van me af. Nou, oké, ik laat je levend. Omdat ik gewoon puur krachtpunten wil verzamelen. Ik wil gewoon zoveel mogelijk krachtpunten. En als ik hem had gedoodgemaakt, dan was het potje al ten einde. Nu heb ik in ieder geval nog 3 krachtpunten erbij. Zometeen als ik deze robot kill. Maar hij heeft gewoon zelfmoord gepleegd. Wat doet hij? Oké, nou, dan kunnen we niet nog meer krachtpunten verzamelen. Maar we zijn wel weer makkelijk eerste geworden. Elk potje gewoon zo makkelijk eerste. Het is echt te bizar geworden. Maar ik vond het wel echt geniaal om te doen. Als jullie willen dat ik dit iets vaker ga doen en dat ik gewoon andere, bijvoorbeeld knokbal ga doen, daarvoor moet ik nog iets meer trofeeën erbij hebben, maar ja, dat is super makkelijk, zeg maar op deze manier. Maar als jullie dus willen dat ik dit vaker ga doen, laat even weten beneden achter in de comments. Weet jij, als de support goed is op deze video, dan weet ik eigenlijk ook al genoeg. Maar dan laat het niet bij voor deze video. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en heb ik tot z'n wel nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!